Welkom bij een nieuw filmpje. Ik ben Pieter en vandaag vertel ik je meer over de Lego Concorde die vanaf september te koop is. Lego brengt niet heel veel grote vliegtuigen uit, maar als er één uitkomt, dan heeft dat toch altijd best wel een bijzondere waarde voor mij. Want mijn Lego Dark Ages die eindigde namelijk met de aankoop van de Sopwith Camel in 2002. Toen vloog de Concorde ook nog over de wereld. De Concorde is het futuristisch ogende supersonische vliegtuig, waarmee je tientallen jaren lang met bijna 2000 km per uur de wereld over kon vliegen. Zo was je in 3 uurtjes van Londen naar New York. 20 jaar geleden ging de kleine vloot helaas met pensioen, maar gelukkig kun je hem nog steeds bekijken in diverse musea, ook in Europa een stuk of wat. De Lego Concorde met 2083 onderdelen is maar liefst 105 centimeter lang en 43 centimeter breed. Je kunt hem neerzetten op een mooie standaard of je hangt hem aan het plafond. De onderkant is namelijk ook heel erg mooi afgewerkt. Er zitten veel leuke features verwerkt in de set, zoals een inklapbaar landingsgestel, beweegbare roeren, een toegankelijk zitgedeelte en de neus van het vliegtuig, die is kantelbaar. Dit was nodig bij het echte vliegtuig, zodat de piloten bij de landing de landingsbaan nog goed konden zien. Vanwege de kleine vleugels moest het vliegtuig namelijk altijd heel erg schuin landen. Al met al is dit een prachtige set met uitdagende bouwtechnieken aan de buitenkant, maar ook zeker aan de binnenkant. Hey, bedankt voor het kijken naar het filmpje. Like het nog eventjes. En als je wekelijks ons nieuwste filmpje wilt zien, abonneer je even op ons kanaal. Tot de volgende keer!